blokken zijn precies als meisjes. Meisjes groot en meisjes klein. Het is bij beiden heel natuurlijk dat ze opgewonden zijn. Maar worden ze te opgewonden, dat geeft eindeloos gezeur. Want dan moeten klok en meisje beiden ter reparateur. Echte bij de handen meisjes zijn, heb ik me wel gedacht, slecht gereguleerde klokken. Want beiden slaan ze onverwacht. En ijdele meisjes, torenklokken, ze willen graag dat je ze ziet. En ieder kijkt er ook op zijn tijd naar, maar in huis neem je ze niet. Het ultra zeer moderne meisje is een klok in nieuwe lijn. En beide denken ze dat ze beter dan die ouderwetse zijn. Dikwijls kun je moeilijk nagaan wat voor fabrikaat het is. En bij geen van beiden weet je soms precies hoe laat het is. Wist u dat het echte meisje, waar de goede vrouw in leeft, het allermeeste overeenkomst met een chronometer heeft? Beiden prima werk van binnen. Ze gaan betrouwbaar het leven door. En op 10 gewone klokken komt 1 chronometer voor. Soms is het of ze stille staat. En of die wijzer maar niet gaat. Soms is het of ze ons bedriegt en in 1 uur 3 ronden vliegt. Soms horen we in haar getik. Toe, profiteer van het ogenblik. Geniet, geniet, wees vrolijk blij. Het geluk gaat soms zo gauw voorbij. En dan weer geeft ons troost en moed. Vergeef, vergeet, doe, hou je goed. Soms horen we haar zacht verwijt. Schiet op, verbeuzel niet je tijd. En altijd door, bij dag en nacht, vermaant ze ons, bescheiden, zacht. Waar haal je ooit de tijd vandaan, die eens verloren is gegaan? Wat een rust en wat een vrede, vele, vele jaren lang. Breng die ouderwetse gangklok daar bij opa in de gang. Deftig, statig gaat de slinger, nacht aan nacht en dag aan dag. Zacht en vriendelijk, kalm en waardig, klinkt haar tik-tak en haar slag. Vier, vijf en nog meer geslachten was zij steeds de goede vriend. En zonder 1 seconde falen, heeft zij eerlijk trouw gediend. Eigenaardig te bedenken, altijd door valt iedere tik. Samen met een eerste kreetje
en een allerlaatste snik. Weet jij nog, toen jij heel klein was, dat jij voor die klok ging staan? Ik moet om 7 uur naar bed, klok. Zul jij niet te vroeg gaan slaan? 4, 5 en nog meer geslachten zag zij komen en zag zij gaan. En zij wees er ook aan de oudjes nooit te vroeg hun rusttijd aan. Tik-tak, tik-tak, toe vertel eens van die goeie oude tijd. Maar ze zwijgt, want door de jaren leerde zij bescheidenheid. Tik-tak, 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 tik-tak. Dag aan dag en nacht aan nacht. Tot ook zij is opgesleten. En voorgoed wordt weggebracht.